Vandaag werd bekend dat bij het Israëlische leger of dat het zijn troepen heeft opgedragen om zich voor te bereiden op een mogelijke inval in Libanon. Fears of an all-out regional conflict in the Middle East are growing. Israel has vowed to continue its deadly aerial bombardment against Hezbollah. Well, this has been the most intense day of that cross-border fire since it began on October 8th of last year. There is chaos. Across northern Israel, sirens wailed and rockets fell. פגיעה עיקרית בצפת, מוקדם יותר מטח של כ-40 רקטות עם פגיעה בבית שמאחוריי. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. The UN is under attack. For nearly a year, the sky blue flag flying over UN shelters and schools in Gaza has been powerless to protect innocent civilians from Israeli military bombardment. Ja, aan tafel is correspondent Olaf Koens, die jarenlang verslag deed vanuit het Midden-Oosten en vaak in Libanon geweest. En Ron Keller, geopolitiek adviseur en voormalig ambassadeur. Olaf, het ziet er niet goed uit. Nu al niet. Als we vandaag horen dat er dus in die paar dagen al 600, inmiddels waarschijnlijk meer dan 600 doden zijn, een 500.000 Libanezen op de vlucht. En het lijkt alsof dit nog maar het begin is. Ja, daar ben ik ook bang voor. Het ziet er helemaal niet goed uit. Hè. We hebben een heel bizar jaar achter de rug gehad. Je moet je bedenken dat wij altijd hebben gedacht dat Hamas is een hele grote dreiging voor Israël geweest. Nou, dat heeft zich ook bewezen, hè, op 7 oktober. Maar men is veel banger geweest altijd voor Libanon. Als het tussen Libanon en Israël echt tot een oorlog zou komen, ja, dan zijn de rapen gaar. En langzaam maar zeker sukkelen we daar toch wel in. Die aanvallen nemen enorm toe. Dus in een aantal dagen 600 doden. Ja, dat zijn echt niet allemaal Hezbollah-strijders. Dat zijn burgers, onschuldige burgers. Mm-hmm. Heel veel mensen die vluchten. En nu dus inderdaad ook berichten uit Israël. Reservisten worden opgeroepen. Er worden meer troepen naar het noorden verplaatst. Ja, dan zie je dat die strijd die verplaatst zich niet, die wordt groter. En die wordt op meerdere fronten gevoerd. Ja, dat is alleen maar slecht nieuws. Israël zal harder terugslaan, dat zal weer voor een grotere reactie zorgen. En op een gegeven moment moet je het gewoon echt een oorlog gaan noemen. Ja. En daar zijn we bijna. En een van de redenen is dat het natuurlijk in het noorden van Israël door ook al die raketten al lange tijd vanuit Hezbollah, vanuit Libanon, dat het onveilig is daar. En dat ze eigenlijk willen door deze aanval dat mensen uit Israël zich weer veilig voelen in het noorden. Ja, dat ze weer terugkomen. Ja, dus wat je ziet is dat in Israël, het noorden van Israël, dat grenst natuurlijk aan Libanon. Mm-hmm. Daar heb je een aantal dorpen, kibbutzen, nederzettingen, noem het maar op. 60.000 mensen zijn sinds 7, 8 oktober gevlucht vanwege die raketten van Hezbollah. Die wilde Hamas steunen. Ja, Hezbollah steunt Hamas. Die organisaties zijn een beetje aan elkaar gelieerd, in ieder geval ideologisch gezien. Maar wat je ziet is dat dus die mensen, die 60.000, 70.000 mensen, die willen graag terug naar huis. En dat kan voorlopig niet, omdat Hezbollah nog altijd in strijd is om in ieder geval het noorden van Israël te bombarderen. Ik ben daar wezen kijken aan de grens. Mm-hmm. En dan zie je hoe snel dat gaat. Volgens mij hebben we daar een fragment van. Wanneer het luchtalarm gaat, heb je hier maar een paar seconden. Oh, wow. Het begint langzaam maar zeker een twee-fronten-oorlog te worden. De raketten worden afgevuurd door Hamas in het zuiden, maar evengoed door Hezbollah hier een paar honderd meter verderop in Libanon. Over de hele grens in het noorden van Israël is het onrustig. De meeste inwoners van dit dorp, pal aan de grens, zijn gevlucht. Deze mannen zijn hier alleen om wat kleren te halen. Why are they firing rockets? Why? I do not know. It's war, man. It's just war. We want to live in peace. Maar wie in vrede wil leven, moet zich voorbereiden op het ergste. In dit ziekenhuis is de IC-afdeling voor de zekerheid in de parkeergarage ondergebracht. Ja, dat soort maatregelen worden dus al genomen. Hè? Dat in Israël de grote ziekenhuizen, de parkeergarages, daar alvast daar IC-afdelingen neerzetten. Want nogmaals, Hamas is een verschrikkelijke vijand, maar Hezbollah is veel groter en vele malen sterker. Als dat echt tot een all-out oorlog komt, ja, dan is de ramp niet te overzien. Echt niet. Zometeen nog iets meer over inderdaad al die verschillende krachten en machten in die regio. Maar even over het land zelf, Libanon. Ik ken jou als iemand die ook graag overal even een kroegje opzoekt en wat gezelligheid. Ja, dat is. Kijk, ben je ooit in Beirut geweest? Nee. Iemand hier? Echt niet?
Ah, je bent de enige. Je weet, is echt uitgaansstad. Ja, Beirut is een fantastische stad. Libanon is sowieso een prachtig land. Daarom is dit allemaal zo verschrikkelijk. Het cliché dat je kan daar skiën en een halve dag later kan je in de Middellandse Zee zwemmen. Dat is absoluut waar. Parijs van het Midden-Oosten. Maar ja, het is een plek met fantastische bars. Dus vroeger, toen ik nog wel eens naar nachtclubs ging, ja, in Beirut heb je de allerbeste nachtclubs. En Libanezen hebben een fantastisch gevoel voor humor. Ik weet nog dat ik een keer op een protestbijeenkomst was. Er werd allemaal traangas gebruikt. Ik was aan het rennen voor de oproerpolitie. Ik huilde en ik ging schuilen in een portiekje. Ja. En dat was bij mensen thuis. En die mensen doen de deur open en zegt, die zien mij staan met zo'n helm en zo'n vest. En zegt, kun je even kloppen? Je eten staat klaar. Ga maar zitten, hoor. En ik heb de hele avond met die mensen doorgebracht. Dus ja. Ontzettend lieve, gastvrije, leuke mensen. Beirut, een van de leukste steden ter wereld. Maar in dit tempo, poh, Rens, ik ga er hard achteruit. En is het dan zo, kijk, Ron, we kennen natuurlijk met Gaza en Hamas, hè, dat die daar gewoon echt de leiding hebben. Hoe zit dat precies met Hezbollah en Libanon? Hezbollah is een partij in Libanon. Is een organisatie, ironisch genoeg, opgezet ooit nadat Israël een invasie pleegde. Wat we misschien dus nu binnenkort ook weer gaan zien. Bedoeld eigenlijk om Zuid-Libanon te bevrijden. Om de Israëli's daar weg te jagen. En het heeft ook een interne agenda uit wil Libanon een islamitisch land maken. Ja. Wordt heel sterk gesteund door Iran. Mm-hmm. Iran die hoopt dat Libanon een Sjiïtisch land wordt. Er zijn dus twee groepen moslims, hè, de Soenieten en de Sjiïten. Hamas zijn doorgaans Soenieten. Dit zijn Sjiïten. Maar je zegt heel sterk het is door een Iran. Partij. Het is een partij in Libanon. Dus maar niet de leidende? Of wel? Nee, het is niet bijzonder. Niet speciaal de politieke landschap. Om dit te doen? Heel lang die raketten af te vuren, ook op Israël? Een fantastische stad als het is. Maar Libanon heeft al jaren geen echte centrale leiding meer. Het is een lappendeken van groepen en van machthebbers die vaak een lokaal gebied ook bezetten. Ja. Hezbollah is invloedrijk, maar er is zelfs een gekozen president en een parlement. En zo. Ja, precies. En ze krijgen dus dat ze zo goed in staat zijn ook om raketten af te vuren en zoveel materieel en mankracht hebben. Dat komt dus door de steun van Iran. Direct lijntje met Iran. Er zijn ook mensen van Iraanse revolutionaire garde is daar heel actief, traint de mensen ook. Dus het is anders dan Hamas. Zit Iran hier veel dichterop. Dat verklaart ook waarom ze beter bewapend zijn en eigenlijk een grotere bedreiging zijn voor Israël dan Hamas. Maar waar zie jij dit heen gaan? Want kijk, we hebben natuurlijk, er zijn allemaal conflicten daar die al heel ver terugvoeren. En dat is natuurlijk sinds vorig jaar 7 oktober. Ja. Die verschrikkelijke aanslag van Hamas. Is er heel veel in de stroomversnelling gegaan. En gaat het ene kruid wat naar het andere ontploft. Ja. Ja. En waar gaat dit naartoe? Nou, we hebben een jaar lang. Het conflict is natuurlijk, heeft hele, hele lange en diepe wortels. In het verleden, die straks niet. Dan moeten we echt terug naar Adam en Eva. Misschien nog wel daarvoor. Maar eigenlijk vanaf 7 oktober vorig jaar, die afschuwelijke aanval van Hamas. Bijna een jaar geleden is er voortdurend gezegd door alle partijen, we moeten escalatie voorkomen. En we moeten denk ik reëel zijn, die escalatie is toch gewoon opgetreden. Niet alleen in Gaza, waar nog steeds iedere dag de bommen vallen en mensen sterven. Maar inmiddels ook in grote delen van het Rode Zeegebied. De Houthis in Jemen hebben zich aangesloten bij de Palestijnen. Zijn actief geworden en beschieten de schepen die daar ook goederen die wij consumeren uit Azië. De onrusten in de Westbank, het bezette gebied door Israël, wat eigenlijk bestuurd zou moeten worden door de Palestijnse autoriteit. Maar je ziet dat de afgelopen 6 maanden daar ook een escalatie heeft plaatsgevonden. Meer kolonisten gaan naar binnen, meer Palestijnen worden uit hun huizen gejaagd. Natuurlijk, de Palestijnen zijn ook daar in opstand. Dus ook daar zie je die escalatie. En nu dan in Libanon, eigenlijk vanaf 8 oktober al. Want op de eerste Hezbollah-raket vloog al op 8 oktober. Hè. Dus eigenlijk direct al na dat afschuwelijke 7 oktober begon daar ook al een escalatie. Dus kortom, de hele regio van Libanon tot aan de Golf van Aden, en dat is een groot gebied, is nu aan het exploderen. Wie zou daar kunnen ingrijpen? Ja, dat is de echte, het trieste van de zaak. Is dat geen van de strijdende partijen hebben er belang bij om te stoppen.
hebben allerlei redenen om door te vechten. Ook Israël gaat nu door. Mm-hmm. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, Netanyahu kan niet stoppen... want dan komt hij de allerlei juridische procedures... en gaat hij misschien voor corruptie de gevangenis in. Ja. Zou zomaar kunnen. De echte partijen die zouden kunnen helpen om deze conflicten te stoppen... in ons alle belang, niet alleen van de mensen daar, maar van de wereld. Want we praten over een conflict dat de wereld in brand kan zetten... zonder nu heel erg zware woorden te gebruiken. Maar het is echt een hele explosieve situatie. Dat zijn de supermachten. De grote landen, VS, China, Rusland... Het probleem is dat die allemaal net met elkaar zelf op de vuist zijn... en niet meer met elkaar praten en zeker niet met elkaar helpen om dit probleem... Maar zijn het, want als jij mensen, jij spreekt veel mensen daar... Ja. Van wie verwachten zij ingrijpen of regie? Nou, om de hand natuurlijk van helemaal niemand meer. Hè. We zien eigenlijk wel een beetje het failliet van het internationaal recht. Van de het einde van de tijdperk waarin grote landen konden zeggen... oké, dit conflict gaan we in de kiem smoren voordat het veel groter wordt. En je ziet heel duidelijk dat de enorme vernietiging in Gaza... Ja, daar komt men mee weg. Mm-hmm. En men weet in Libanon ook, ja, wacht eens even... als half Gaza is gebombardeerd en daar hoeveel 45.000 mensen inmiddels om het leven zijn gekomen... ja, dan kan ik hier ook maar beter mijn spullen gaan pakken... want niemand komt me redden. En je zag het net de koning van Jordanië bij de VN... bij de algemene vergadering in New York zeggen... er worden scholen gebombardeerd die VN-vlaggen hebben. Dus wat we een beetje zien, is dat die internationale organisaties... internationaal recht... landen die zich daaraan moeten houden, doen dat niet. Ja. Grote landen, Amerika, treedt niet meer op, trekt zich wat terug. Wij in Europa, wij zeggen, ja, het is allemaal wel erg ingewikkeld daar in het Midden-Oosten. Mensen zijn op zichzelf aangewezen. Dat is best. Laten we even naar Biden kijken, want inderdaad, er is dus nu een vergadering. Hè, ik geloof vannacht rond middernacht van de Veiligheidsraad van de VN. Ja. De algemene vergadering werd gisteren al geopend. Mm-hmm. Biden heeft daar ook gesproken. En die zegt er wel wat, maar het lijkt, als je naar kijkt, alsof hij het al niet echt meer meent. Kijk maar even. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. My fellow leaders, there is nothing that's beyond our capacity if we work together. Let's work together. Dat is de sleutel natuurlijk, als we samenwerken. Want dat is precies het hij probleem. Zegt het, maar je voelt toch hier al... Ja, het kan, ik weet niet, misschien voelde hij zich lekker, maar... hij zegt het, maar je voelt het niet. Nee, laten we erin geloven. Nee, laten we reëel zijn. De VN, laten we beginnen bij de VN zelf. Hè. De VN opgezet ooit na de Tweede Wereldoorlog om conflicten te voorkomen. En als ze ontstaan, ze vreedzaam op te lossen. Mm-hmm. In alle eerlijkheid, de VN moet echt hervormd worden, moet verbeterd worden. In ons alle belang. Huidige VN kan niet ingrijpen, grijpt ook niet in. Nee. Eigenlijk al in 67 niet. En maar als ik jullie zo een beetje... Kijk, dan klinkt het een beetje, maar dat zijn we gewoon hard op gedachten... dat we gewoon meer gaan naar het recht van de sterkste. Dus omdat de verschillende machten eigenlijk niet durven ingrijpen... om grote nucleaire oorlogen et cetera te voorkomen... Ja. Is het gewoon voorlopig... Je doet iets wat niet mag. Je probeert het een beetje tussendoor het creatief uit te leggen. En er een reden voor te verzinnen. En daarna dan blijft het gewoon zo. Ja, dus een landje inpikken, een grens opschuiven. Ja. Mensen daarbij doden, burgers slachtoffers maken. Hoor. Het gaat over Israël, maar het gaat bijvoorbeeld ook over Poetin. Wat hij doet in Oekraïne. Ja, ja, ja. Waar we ook natuurlijk maar een beetje ingrijpen. We hebben geen wereldpolitieagent. Die zou er misschien ooit een keer moeten komen. Maar die hebben we helaas niet. Dat zou de oplossing zijn. Een andere oplossing is dat de supermachten meer met elkaar gaan samenwerken. Biden zegt het, maar voegt er niks aan toe. Want hij gaat niet echt samenwerken met China en met Rusland of met Iran. Er komen om dit op verkiezingen te lossen. Aan de VS. En er komen verkiezingen dat aan. Dat is toch ook wat de boel nu verlamt ook. Zeker. Want de Republikeinen die zeggen... Trump is helemaal fan van Netanyahu. Netanyahu is ook fan van Trump. Mm-hmm. De Democraten is dat ingewikkelder. Ja, en dat verlamt natuurlijk ook de speelruimte. Want op het moment dat Democraten Israël tot de orde gaan roepen... dan dat klopt. Ja, maar ja, dat is al een paar keer gebeurd. Gebeurd, ja. En hoe meer het richting de Amerikaanse verkiezingsdatum gaat... hoe minder het zal gebeuren. Ja, maar tegelijkertijd, als je nou kijkt... Er is een moment geweest in de geschiedenis dat er wel degelijk zicht was op vrede. De Oslo-akkoorden, begin jaren 90. En dat is geen toeval dat het toen plaatsvond. Toen was de Koude Oorlog afgelopen.
En dan zie je dat de supermachten eigenlijk op dat moment eigenlijk dezelfde taal gingen spreken. We gaan de markt invoeren, we gaan op weg naar hervorming, naar democratie. De wereld, we hebben geen legers meer nodig. Nou, naïef misschien. Maar toen was heel sterk het idee, we gaan echt samenwerken. Dan zie je dat al die conflicten, ook in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, die doven uit. Want die worden dus ofwel aangejaagd of getolereerd door de supermacht. Ja, dat was in de jaren 90, toen we dachten dat het einde van de geschiedenis nabij was. Nou, dat is helemaal niet zo gebleken. Ja, dat is helemaal niet zo gebleken. Kijk, het enige wat we hebben is uiteindelijk het internationaal recht. En dat moeten we op een bepaalde manier hoog houden. Ja, hoe dan? Wat voor nut heeft het om dat hier aan tafel over te praten? Nou, als wij het er nou over eens zijn, dan beginnen we al. Begin. Dan gaan de kijkers het ook vinden, dan gaan we met z'n allen demonstreren. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen stemmen op een partij die dat ook vindt. Okay. En langzaam maar zeker. Welke partijen staan daarvoor dan? Weet ik niet, Wouter. Veel natuurlijk. Maar het is alleen goed om het een beetje te proberen te begrijpen. Wat maar ik vind het wel altijd zo'n groot ingewikkeld onderwerp. Ja. Wat schiet je er als kijker of als... Nou, dat je ook een beetje bewust bent van wat er in deze wereld gebeurt. Oké, stel dat je het helemaal begrijpt hoe kut het is. En dan? Nee, er zijn dus, het is door mensen gemaakt en het is door mensen dus ook op te lossen. Als we allemaal zeggen, we kunnen het niet meer oplossen, dan gaan we met z'n allen ten onder. Maar het is oplosbaar als we begrijpen hoe het in elkaar zit en als we begrijpen wat wel werkt en wat niet werkt. Ja, maar hij zegt terecht, er zijn krachten bezig, ook in Amerika, waardoor ze nu niet ingrijpen. Maar wij... Dan zit je hier aan tafel erover te lullen en dan denk je, oh, wat erg allemaal. Maar wat verandert daaraan? Nou, ik probeer iets meer te doen dan lullen, maar ik praten. Nee, maar ik probeer voor mezelf te begrijpen hoe het zit. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we begrijpen. Ik geef een voorbeeld. Iedere Nederlander wordt geraakt door deze oorlog. Dat merken we niet iedere dag, maar het is wel zo. De goederen die niet meer door de Rode Zee gaan, gaan nu met een grote omweg langs Afrika. Alle producten in Nederland worden duurder. Een deel van de inflatie komt door deze oorlog. Dat is een heel klein, maar het effect is er. Als er straks een grote oorlog uitbreekt, een keer gaat er een grote klap komen. En dat betekent als Iran zich echt uitgedaagd voelt. Er zijn nucleaire wapens in de regio. Je wil niet nadenken. Je kunt je er maar beter alvast in verdiepen voor het allemaal te laat is. Ja. En een groot nucleair wapen, kaboom, en dan zijn we er allemaal geweest. Nou, tot die tijd kan je alvast even, beeld even, mee af willen even inlezen. Nee, ik snap dat het is een moeilijk onderwerp, het is een vervelend onderwerp. Ik had als correspondent ook vaak het gevoel van dit gaat helemaal nergens naartoe. Wat doe ik hier in hemelsnaam? Maar ja. Leg het maar uit, vertel het maar, probeer er iets van op te steken. Het is ook wel gewoon een beetje je plicht, toch? Als je een burger bent van deze aarde. Burgerplicht. Een beetje... Rustig maar. En als ik zo aan te kijken. Ik stel ook maar gewoon een vraag, die jij vergeten vraag. En als ik nog mag, Jensen, er is natuurlijk wel degelijk een link met de Nederlandse politiek. Als wij een kabinet hebben dat naar binnen gekeerd is, dat zegt, ach, laten we gewoon maar... We doen het licht uit, we gaan onder de tafel zitten, gordijnen dicht, dan zijn we veilig. Terwijl de wereld in brand staat, dan is dat eigenlijk kiezersbedrog, zou ik bijna zeggen. Ik heb niet het idee dat dit kabinet dat doet. Want dat zeg ik niet. Jouw voormalige collega Kasper Veldkamp is volgens mij behoorlijk begaan zeker. Met deze kabinet. Nee, ik heb het niet over dit kabinet, maar het zou kunnen zijn dat er partijen zijn die zeggen, we moeten ons daar niet mee bemoeien, laat ze het maar uitvechten. Dat kan natuurlijk, maar er zijn ook partijen die zeggen, we moeten dus leren van de geschiedenis. Ja. En we moeten simpelweg conflicten en oorlogen tegengaan. En het beste wat je kan doen, je moet nu nog even wachten, want nu is het een beetje een vervelende tijd, maar tot helemaal niet zo lang geleden kon je gewoon met Transavia naar Beirut vliegen, zoek een cocktailbar op. Ja, kijk, niet wat je dit beeld houden vast. Ja.